Het is donderdag, 11 juni. Het is een magische dag. Want we gaan vandaag met 30 man naar het Atlas Theater. Ja, want Rob en Emiel zijn hier vanavond om te goochelen. Ja, en te lachen heb ik gehoord. Ja, zullen we gaan? Ja. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Roep Molien. Mijn naam is Emiel Lensen. En toen wij met heel veel enthousiasme door Machteld werden gebeld om hier in de maand juni een aantal shows wilden komen geven op donderdag tot en met zondag, zeiden wij natuurlijk onmiddellijk ja! En gelijk is dat enthousiasme ver te zoeken. Ja. Emiel is heel goed met trucs. Emiel is echt zo goed met trucs, hij is ook heel vaak met trucs op televisie. Hij heeft zelf thuis ook een televisie. De sterren van de show vanavond, Rob en Emiel, opgetreden voor 30 man. Mannen, hoe is dat? Ja, ik vond het eigenlijk te gek. Het is natuurlijk voor ons heel erg wennen, omdat we gewend zijn om voor veel grotere groepen op te treden. Maar ja, dit zijn nu de reglementen, dus we gaan roeien met de riemen die we hebben. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ja, het voelt niet als roeien met de riemen die we hebben. Het voelt gewoon als voor de eerste keer in 3 maanden het podium op, rammen, mensen blij maken en mensen gewoon heel blij naar buiten. Ja, dat is waarvoor we doen. Blije mensen. En of dat er dan 30 of 100, 30 of 1000 zijn, blije mensen, weet je wel. Ja, ik ben echt blij. Ja, dat merk je ook wel aan de reacties. Als je hier al terechtkomt in de foyer, dan ben je ook echt gewoon een beetje beduust wat je allemaal hebt gezien. Je hebt zoveel gezien, echt te gek. Hoe is het dan voor jullie om weer eindelijk na al die maanden terug te zijn in het theater? Wow. Het is echt heerlijk. Het is echt... Ja, het theater is zo te gek. En jullie hebben de setting gezien natuurlijk. De setting is zo mooi gemaakt. Het is zo'n, ik denk, hele bijzondere plek als publiek om te zitten. Je hebt in Nederland toch die huiskamerconcerten. Dat je een artiest in je huiskamer krijgt en dan met 13 man zit te kijken. We hebben dat echt, ik denk wel 15 jaar geleden, een keer met z'n tweeën gedaan. Bij iemand 1 keer in een huiskamer. Dat vergeet ik nooit meer. Dat is hier ook. We zitten in een van de grootste theaters van Nederland. Met 30 personen en een handje personeel. Het voelt gewoon als de gezelligste huiskamer van Nederland. Dat is het. Hoe komt u net de zaal uit? Verwonderd. Ja, echt zeer. Fantastisch. Het was ontzettend leuk. De ambiance, dat je zo op het podium zit, dat is heel apart. Ja. En hoe vond u het om weer terug te zijn, eindelijk in het theater? Ja, fantastisch. Ja, heel leuk. Wat vond u van de show? Een super show. Echt een super show. Een aanrader voor iedereen. En eindelijk weer in het theater. Wat vond je van de show? Ja, wat moet ik zeggen? Dit is verwonderd. Ja, ja. Machteld, vertel. Hoe vond je de avond? Ik vond het een fantastische avond. Ik ben zo blij. En heel veel mensen met mij gelukkig. Ik vond het echt, echt superleuk. Ja, dan blijven Rob en Emiel tot eind juni staan. Van donderdag tot zondag. Ja. En daarna? Wat gaan we daarna krijgen? Dat is nog een beetje afwachten. Vanavond gaan we in ieder geval dit eerst even evalueren van hoe gaat dit. We gaan ook kijken wat het volgende maand gaat doen. En dan moet je voorstellen, want het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe de ontwikkelingen straks zijn, dat bijvoorbeeld een Karen Bloemen komt, maar dan 2 keer op een avond. Dus dat je echt gaat kijken hoe kunnen we het creatief doen. Er wordt iets minder met decor meegenomen, maar we gaan het wel intiem en gezellig maken. En artiesten gaan dus meerdere keren op een avond optreden. Dus het worden kortere voorstellingen, maar wel voor iedereen toegankelijk. Oh, ik ben verbijsterd. Ja, wat een heerlijke, magische show. Het is echt verwonderlijk. En het is prachtig dat het Atlas Theater weer open is. Ja. Wat leuk dat je er weer bent. Ja, 1 ding. Ja? Het is wel jammer dat jij niet bent weggezoverd. Simsalabim.